Erik, ik sprak jou afgelopen week na de wedstrijd tegen Groningen. Toen zag jij progressie bij je ploeg. Maar het is nu wel zaak, denk ik, zaterdag tegen AZ, dat er ook punten komen. Nou ja, duidelijk. Er moet ook een keer een resultaat toe. Maar goed, resultaat halen, dat start wel bij voorwaarden creëren voor een spelersgroep en voor een speler individueel. En daar zijn we zeker tevreden over. En dat dan nog eens een keer met pieken en dalen gaat, dat is ook duidelijk. Op een training of in een week. Maar goed, daar zit zeker progressie in. Alleen ja, je moet jezelf dan ook een keer belonen met 3 punten. En graag met goed voetbal, maar eerst maar gewoon 3 punten. En hoe ga je dat bewerkstelligen, denk je, tegen AZ? Nou goed, we hebben wel een aanpassing voorop. We hebben Stiepe terug van de schorsing in plaats van Mats Seuntjes. En linksback Remy is geblesseerd, daar speelt dan Gilles de Swerts voor. En de rest blijft hetzelfde, hè, om een stukje duidelijkheid te krijgen. Maar wij zullen vanuit een gesloten, compacte organisatie zeker onze momenten gaan krijgen tegen AZ. En dan willen wij heel graag de mensen voorop op één krijgen op de mensen van AZ. En daar zijn ze wel kwetsbaar in. De keuze Perica voor Seuntjes, kan je die eens uitleggen? Omdat wij vinden en denken dat wanneer wij in de 16 komen en gaan komen, dat Stiepe doelgerichter is dan Mats Seuntjes. Dat hebben we Mats ook zo uitgelegd. Ook met wat beelden erbij van de week. En net ook nog eventjes. Daar zijn we ook geen geheim van. Maar goed, daar, Mats is dan nog niet zo ver als spits zijnde. Wel als voetballer, als middenvelder. En hij kan prima op die positie ook voetballen als spits zijnde. Maar dan moet hij wel een stapje maken. Hij is teleurgesteld, maar dat lijkt me niet meer dan logisch. Nee, maar dat is een goede eigenschap. Mats ook net even gesproken. En we gaan binnenkort een keer nog eens een keer met z'n tweeën buiten de club ergens een keer zitten om wat dingen door te nemen. Want ik ben nogmaals gecharmeerd van de voetballer Mats Seuntjes. Je speelt met hetzelfde centrum als tegen Groningen en ook tegen Fortuna. Jesse van Bezooijen en Kenny van der Weg. Linksback, daar moet je een verandering gaan invoeren. Want Remy Amieu heeft een gekneusde rib. Dat wordt Gilles Swerts. En niet Damczewski. Bijvoorbeeld door Kenny van der Weg op die linksbackpositie te plaatsen. Nee, maar dat is ook een beetje zoals ik als trainer of in elkaar steek. En als je duidelijkheid en transparantie wilt hebben naar je spelers en vooral vast wil houden aan je organisatie. Ja, dan moet je niet weer nu een centrum uit elkaar gaan halen wat het tegen Groningen goed heeft gedaan. Maar ook tegen Fortuna daar in de bandje hebben gestaan. En Kenny ook de wedstrijd daarvoor tegen Vitesse al goed gespeeld hebt. Ja, moet je niet weer gaan schuiven. Ja, om iets anders te brengen. Nee, dan hou je vast aan je vaste afspraken, je vaste communicatielijnen. En dan breng je gewoon een speler in die dan in aanmerking komt voor linksback te spelen. Nou, in dit geval is dat Gilles Swerts. Gisteren had je een akkefietje op de training met Adnan en Tighaduini. Die stuurde je van het trainingsveld af. Is dat allemaal weer koek en ei? Nee, ja, maar goed, gisteren hebben we gezeten met Adje. Hij drinkt dan geen koffie. Maar goed, we hebben een gesprekje gehad en ook aangegeven dat wij zeer gecharmeerd zijn van de speler Adje. Maar goed, dat er ook andere dingen bij komen kijken waar hij nog heel veel winst in kan halen. Nou goed, dat vindt hij zelf ook. Dus het was gewoon een verhelderend en oprecht gesprek van twee kanten uit. Geen enkel probleem. Zo moet het ook zijn, dat hoort ook bij het vak prof zijn. Ja, dat je elkaar ook wel eens een keer helpt in situaties die niet zo prettig zijn.